Dit is de hertgang op 7 juli 2018. Jong PSV speelt een oefenwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Op zich niet zo bijzonder, maar daarachter Steven Teunissen loopt Richie Ledesma. Op dat moment op proef in Eindhoven. En dit is Ledesma 5 maanden later, geflankeerd door John de Jong en Ernst Faber, tekent hij zijn contract waardoor hij zich officieel PSV'er mag noemen. Een mooie dag voor de jonge Amerikaan. I'm very excited to start, yeah. Yes, can you tell me, can you describe yourself as a player? What type of player are you? More like patient, calm on the ball. So, creative, I guess, yeah. Attacking player. Okay, so we can expect goals and assists from you? Yeah, a little bit. I try my hardest. En bij een rondgangetje op YouTube kom je wat goals en assists tegen van Ledesma. Dus check dat zeker even. Vanaf 1 januari hoopt de middenvelder zijn goals te maken in het PSV-tenue. Een mooie stap in zijn carrière, maar ook een verrassende. Ook voor Ledesma zelf. I was shocked, surprised. So now I gotta look forward and do big things. Yeah, you were in Eindhoven a few times before to train, to play a game. Yeah. How was that? What was your first impression? It's nice, like the city is nice, club very nice, so I felt welcome, so it was nice. Ledesma kijkt uit naar het avontuur in het PSV-tenue. Maar first things first, het is natuurlijk eerst tijd voor kerst. I go back to the States Christmas Eve, so celebrate with my family. And then the new adventure starts. Yep, with my dad, moving up here on the 1st of January, I think. What would you like to achieve in your PSV period? Obviously, try to get first team minutes. So that's going to be my goal. First Christmas. Yeah.